Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe BCBA video. Vandaag ga ik laten zien hoe je zelf een fotokaars kan maken. En wil je nou ook zien hoe ik zelf een zwet heb uitgeprint? Klik dan even onderin op de button. Nou, wat heb je nou allemaal voor nodig? Je hebt dus een kaars natuurlijk nodig en je geprint servet. Ik heb een handdoek om mijn handen niet te verbranden of natuurlijk een overwand. Bakpapier, ook heel belangrijk. En ik vind die witte heel erg fijn, want dan kan ik het goed zien smelten. En een föhn. Om te beginnen ga ik mijn servet uitscheuren. En wat ik allemaal gebruikt heb, kun je natuurlijk ook onder in de beschrijving vinden. En scheur hem gewoon rondom de afbeelding uit. Zorg natuurlijk dat je afbeelding niet kapot gaat. En zo maak je hem rondom. Helemaal eraf. Ja. En heb je hem helemaal uitgescheurd, kun je hem natuurlijk op je servet leggen. Of op de kaars leggen. Ik gebruik een stompkaars en het beste kun je een witte of een lichte kleur gebruiken. Zo komen de kleuren het mooiste uit. Daarna wikkel ik mijn bakpapier strak om mijn kaars heen. Grijp dit vast met mijn handdoek en ik zorg even dat er geen kreukels in zitten. En als het helemaal goed zit zonder kreukels, en dat is natuurlijk een beetje stellen, ga ik föhnen. En dan langzaamaan zul je zien dat de kaarsvet gaat smelten. Dan zie je ook de afbeelding oplichten. Dan zie je hem eigenlijk eraan vastplakken en zo ga je hem langzaamaan föhnen. Vul je niet te lang, want dan gaat je kaars kapot en smelt hij weg. En elke keer een stukje voor stukje. En zorg dat je alle randen goed hebt laten wegsmelten. Je kunt tussendoor natuurlijk altijd even kijken hoe ver je bent. Wat ik natuurlijk nou eventjes ga doen. Dus ik kijk eventjes of alle randen al goed weggesmolten zijn. Kijk, en ik zie ze nog een klein beetje zitten. Dus ik ga nog een klein beetje verder tot die helemaal overgesmolten is. Het mooie hiervan is dat die gewoon aangestoken kan worden. Kijk, en een klein stukje van mijn kaars laat nou los. Wat ik dan doe is hem gewoon terugwrijven. Flink eroverheen wrijven. En dan plakt hij gewoon weer terug. En zo kun je dan, als hij wat afgekoeld is, ik laat hem gewoon even wat afkoelen met het papier erop. Trek hem voorzichtig eraf. En het voordeel is van deze kaars is dat je hem gewoon kunt aansteken. Er is geen probleem mee, het zal echt niet aan de brand steken, maar ze zijn vaak te mooi om aan te steken. En ik vind hem super mooi gelukt. Ik heb hem gemaakt voor Valentijnsdag. Ik denk dat het een heel leuk origineel cadeau is. En ik denk dat jullie het zeker ook wel leuk vinden. Het zijn ook leuke huwelijksgeschenken. En ook leuk voor communities en van alles en nog wat. Dan dank jullie wel voor het kijken naar deze Be Creative with Action video. Ik hoop dat jullie dit nog altijd een leuke serie vinden. Abonneer je op mijn kanaal voor meer leuke filmpjes. Ik zal jullie even onderin ook wat links zetten van Mia Servet filmpjes. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique.